Iets anders. Het kabinet gaat de BTW verhogen voor entreekaartjes. Wat vindt u daarvan? O jee. Politiek verhaal wordt het nu. Wellicht. Ik dacht, dit moet ik aan u vragen natuurlijk. Nou ja, ja, ik vind het een vrij domme set. Ik ben er eigenlijk ongelukkig over. Maar ik ben al 3-4 jaar bezig om te protesteren tegen het beleid van deze regering. Omdat ik het onjuist vind dat kunst en cultuur niet als een, zeg maar, bij de eerste levensbehoefte wordt ingedeeld. Een land zonder cultuur en zonder kunst is een heel arm land. Als je dan weet dat ik zit in een commissie, in een stichting die gaat bevorderen, daar ben ik voor gevraagd, om meer muziek in de klas te brengen. Dat is een initiatief van de minister van Cultuur, Jet Bussemaker, en onze koningin Maxima, die zich daar zorgen over maakt. Er is een budget van 9,2 miljard. Nul euro voor kunst en cultuur op de basisscholen. Nul. Er zijn wel scholen die muziekles geven, maar die doen dat zelf. Dat zijn enthousiaste leraren of dat zijn ouders die dat bij elkaar brengen. Er is bewezen, gewoon keihard bewezen, dus hersenonderzoek, dat als jonge kinderen in contact gebracht worden met muziek, met hun lichaam, met beweging, met een dans, dat die hersenen dat beter worden, dat ze beter gaan rekenen, beter taal gaan doen. Maar wij doen net alsof het geen waarde heeft. Of het geen waarde heeft, dat vind ik verschrikkelijk. Minister Bussemaker heeft wel, ik geloof dat het 2 weken geleden is, of minder dan 2 weken geleden, gezegd dat ze extra geld vrijmaakt voor kunst en cultuur. 18 miljoen was het, om en nabij. Nou, er ging dus bijvoorbeeld 3 miljoen naar cultuurfestivals. Festivals zijn heel erg in, er zijn 300 festivals in Nederland. Er gaan 4,5 miljoen mensen naar festivals op jaarbasis. Veel, ja. Dat is ongelooflijk veel. En ik zei, ik sprak er toen op een bijeenkomst. Ik, nou, dat vind ik leuk dat je tenminste de eerste minister weer bent na een hele lange tijd die iets meer geeft aan kunst. Vond ik fijn. Maar dan lees je het verhaal over de BTW. Om een klein voorbeeld te noemen. 300 festivals, 4,5 miljoen mensen. Ruim 500 miljoen euro worden aan kaartjes gekocht. Daar komt 15% bij. Dat is 75 miljoen. Dan geeft de minister 3 miljoen aan festivals om dat te helpen. En ze pakken aan de andere kant 75 miljoen terug. Wat zegt dat dan over dit kabinet? Nou, kijk, naast dat ik praat alleen over kunst en cultuur. Hè? Ja. Want ik vind dat ze een heleboel goede dingen doen. Er gaan ook een aantal dingen mis. Ja, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dit vind ik structureel fout. Dat is al 4-5 jaar aan de hand. Alles wordt bezuinigd. Komt er een nieuwe cultuurnota uit. En er staat in, We moeten weer kleine theatergroepen, productiehuizen maken. Die zijn 4 jaar geleden allemaal weggeveegd. Al die know-how, al die jonge mensen. Als je in de theaters komt in Nederland, alles is bezuinigd. Het is bijna een stofnest geworden. Wij hebben op deze partijen gestemd. Dus wij hebben eigenlijk het beleid gekregen wat we verdienden. Ja, de mensen, daarom probeer ik, daarom waar ik het kan, uit te dragen dat het verkeerd is. En ik klaag niet alleen, ik probeer ook mijn steentje bij te dragen. Ja. Het plan is er nog niet doorheen, dus nou ja, er is één kans, dat is de vorige keer ook gebeurd, dat D66, die zich, ik zou het bijna zeggen, de enige partij nu nog enige beschaving heeft, die wel voor de kunst gaat. Dus ik hoop dat ze nu ook in die onderhandelingen hun best doen. Dat is het stemadvies van Joop van den Ende, denk ik, of niet? Nou ja. Ja, nou ja, maar Eva, het is echt te gek voor woorden. Dat, en ik ben het voorbeeld. Ik kom uit een heel eenvoudig milieu waar kunst en cultuur absoluut niet in het menu zat, zeg maar even. En ik was 13 jaar en ik werd in contact gebracht met een mevrouw, een social werkster die ook actrice was. En die met jonge mensen toneel maakte. En ik kwam voor het eerst in de stad Schouwburg, was ik 14 jaar oud. Ik zag een stuk, ik heb geen idee waar het over ging, de Gijsberg van Amstel. Maar ik vond het zo mooi. En ik, vanaf die tijd ben ik verder gevormd. En alles wat ik heb bereikt, heb ik te danken aan dat ene moment dat ik in contact gebracht werd met iets. En ik denk dat
heel veel jonge mensen, als je... Ik zie het met die Billy Elliot. Ik zit Billy Elliot nog niet te promoten, dat is niet mijn bedoeling. Maar er hebben honderden of duizenden kinderen die daar auditie voor doen. En er blijven er een aantal over die anderhalf jaar trainen. Die kinderen doen het beter op school. Dat hebben we onderzocht. Die gaan weg met een bagage van een stukje discipline, een stukje liefde voor iets. Het wordt niet erkend. En dat vind ik een groot probleem. Wellicht na dit prachtige pleidooi. Dank en heel veel succes. Dank.